Als wij nu terugkijken naar onze oude video's, dan zien we hoeveel we hebben geleerd. En dat is het mooiste aan dit vak. Je groei kun je letterlijk zien. Om het zeg maar kort samen te vatten, waarom wij begonnen zijn met YouTube, is omdat we dat allebei al heel lang wilden. Waar begin ik? Welke instellingen zijn het beste? Maakt het uit wat voor camera ik heb? Sony Canon. In deze serie dagen wij elkaar uit om erachter te komen wie van ons de beste fotograaf is. En dit doen we door middel van de meest uiteenlopende challenges binnen een bepaald thema van fotografie. Challenges bedacht door jullie. Woe, Lisa en Mikey! Alles in jullie leven gaat nu over video en fotografie. Welkom bij het eerste deel van Video 101. In deze module gaan wij jou helpen om jouw camera beter te leren kennen. Weet je wat ik cool vind? We zijn begonnen met die serie voor... Maar daardoor gaan we nu wel een hele andere richting in. Met YouTube. Ja. We hebben natuurlijk Lisa versus Mikey. We willen nog wat meer dingen met de gear gaan doen. Kennisvideo's sowieso altijd. Dus nog steeds de basis, denk ik. En we blijven ook gewoon reizen. We gaan een roadtrip maken richting... de stranden van Normandië. Dit zijn dan de Amerikaanse soldaten, dit is Omaha Beach. We zijn in Parijs. Niet verkeerd, hè, deze plek. Wij gaan naar Texel. Wij zijn in Brugge, want we gaan overnachten op een super vette locatie. Mij lijkt het leuk als we een soort van boodschap voor onszelf inspreken. Ja. Voor over 3 jaar. Dus welke doelen je behaald hebt, waar je dan staat, wat we hebben bereikt. Ja, yes. Over 3 jaar zie ik mezelf al reizend. Dus misschien zit ik nu dan op dit moment ook niet tegen Lisa praat. Ergens in Bali of Hawaii, waar ik heel graag heen wil. En dat we daar gewoon lekker aan het werken zijn in onze business. Er zijn mensen aan het coachen. We hebben een hele community van mensen die we helpen, die we kennen. Dat lijkt me heel gaaf. Een eigen YouTube studio. En dat wij nog samen doen natuurlijk. Maar dat komt ook niet. Ja. Dat is nog wel het allerbelangrijkste. En jij? Hi Mike. Dat is super serieus. Ja. Over 3 jaar ben jij zelfvoorzienend. Wij verdienen geld met onze passie. Ja. Fotografie en video. Dat doen we op YouTube, trainingen en coaching. Dus we hebben eigenlijk een hele business om YouTube heen gebouwd. Die staat. Ik zeg niet dat ons aanbod af is, want ik wil dat ons aanbod blijft groeien. Ja, maar okay, we hebben een heel mooi aanbod. We kunnen er goed van leven. We kunnen er van reizen. En wat mij ook wel heel vet lijkt, is als we dan inderdaad gaan kijken naar een homebase in Nederland of zo met een studio en dat soort dingen. Ja, dus dat we dan helemaal vol zitten met vette ervaringen van het reizen. Dit was ons eerste jaar op YouTube. Een jaar vol leuke momenten, mooie herinneringen en flink wat bloopers. Samen met jullie zijn we onze droom aan het verwezenlijken. En daar gaan we volgend jaar gewoon lekker mee door. Dankjewel voor al jullie support, de vele likes en alle enthousiaste reacties. Blijf vooral lekker naar onze video's kijken. En als je nieuw bent, vergeet dan niet te abonneren. Liefs, Lisa en Mikey.